superleuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. De meest gestelde vraag afgelopen tijd is: hoe bewerk jij je foto's? Ik heb namelijk sinds een korte tijd een nieuw filter ontdekt en ik ben helemaal in love. Dus ben je benieuwd? Blijf dan zeker kijken en ik ga je het helemaal uitleggen. Het leek me tof om niet alleen te vertellen hoe ik mijn foto's bewerk, maar ook meteen een what om mijn iPhone te doen. Ik heb namelijk een nieuwe iPhone gekocht en eigenlijk heb ik daar nog helemaal niks over verteld of laat zien. Dus het leek me een perfect moment om dat nu voor jullie te doen. Ik haal hem even uit het hoesje. Als ik hem nu laat vallen, ik zo de pineut. Ik had het misschien even schoon kunnen maken. Die vette klauwen eraan de hele tijd natuurlijk. Ik heb deze telefoon. Hij weerspiegelt lekker zoals je ziet. Ik zal even een goed close hier in beeld voor jullie laten zien. Ik heb de rosé, de roze. Hij staat volgens mij als goud aangegeven. Maar ik wist dat hij een beetje roze-oranje zou zijn. Ik vind hem zo mooi. Ik had hiervoor de iPhone 7 Plus. Dus ook al grote. En nu heb ik de iPhone XS Max. Dus het is ook weer een grote telefoon. Iedereen zegt ook, ah, vet groot. Maar ik was al zo gewend aan een grote telefoon, dat als ik nu ineens een kleinere iPhone zou nemen, ik dat echt helemaal niet zou vinden. Het is dus best wel een prijzige telefoon. Dus belangrijk is goede hoesjes eromheen. Kreeg ik een berichtje van Phonecase, waar ik altijd mijn hoesjes koop. Serieus, altijd. En die zeiden dat ik 3 hoesjes uit mocht kiezen. Super cute. Dus ik heb deze, gewoon een doorzichtig hoesje, want de iPhone is zo mooi van zichzelf, dat ik dacht... Je moet het natuurlijk wel goed kunnen zien. Dus die heb ik eigenlijk nu vaak omheen. Deze. Allemaal madeliefjes erop. Ook uber cute. En dan de laatste. Deze. Maar dit is wel leuk. Allemaal tijgertjes. Oh, de zon denkt ineens. You. De muscle fam. Nou, jullie moeten het er maar mee doen. Hoi jongens. Past leuk bij mijn outfitje vandaag. Ik doe er snel weer eentje omheen. Voor het geval dat ik hem laat vallen. Oké, dan ga ik nu schermopname aanzetten. Zien jullie hier of hier alles wat ik doe. Ideaal. Love it. Dit is dus mijn vergrendelscherm. Ik hou van achtergrondjes die heel subtiel zijn. Gewoon rustig, geordend. Bij deze iPhone kan je dus met je gezicht ontgrendelen. Dat is toch helemaal eng. Super ideaal. Sorry voor het licht, jongens. Sorry, ik kan er niks aan doen. De zon is super fel en het is ook echt super bewolkt. En het waait. En... je snapt het. Op mijn beginscherm alle standaard apps. Ik denk dat ik van deze apps het meest gebruik. Mijn agenda, mijn wekker... gebruik ik ook heel vaak. Verder, mijn mail gebruik ik gewoon de standaard mail die op iPhone staat. Foto's natuurlijk, camera, de. En Spotify gebruik ik ontzettend veel. Kaarten heel veel. Ik ben altijd onderweg en ja, knodig jongens. Volgende tabblad. Heb ik allemaal mapjes staan. Eerste mapje met alle dingen die ik gebruik om foto's te bewerken, mooi te maken. Mijn thumbnails bewerk ik hiermee. Collages te maken, et cetera. Tweede mapje heb ik chill genoemd. Want daar staat in Pinterest gebruik ik echt ontzettend veel om inspiratie op te maken. Te doen voor mijn kamer, voor foto's te maken, haar, make-up. Social deal, love it. Koop ik altijd super leuke dingen op. Netflix, de H&M. Hoe chill is het om te shoppen? En Videoland. Dan kopje financiën. Tikkie. Ik hou van Tikkie en voor de rest hou ik van geen van deze apps. En bij nieuws, ja, dat maakt hier zelf van. Twitter, maar dat gebruik ik niet heel veel meer tegenwoordig. Zoek vrienden was voor op Albivera, want dan ben je altijd al je vriendinnen kwijt. WeTransfer gebruik ik heel veel om filmpjes, thumbnails, foto's allemaal te verzenden. En FaceTime, dat doe ik ook heel veel. En dan het laatste tabbladje. Dat is gewoon troep, wat ik nooit gebruik. Beetje autistisch ingedeeld, maar daar hou ik van. Gewoon overzicht, jongens. Dat was de What's on my iPhone. Dan gaan we nu naar het onderwerp: hoe bewerk ik mijn foto's? Gaan wij allereerst een selfie maken? Want we hebben wel een foto nodig om te bewerken. Ik gebruik gewoon de camera die op mijn telefoon staat. Ik heb een super goede camera op mijn telefoon. Dit is zo lullig, want dit kunnen jullie ook allemaal zien. Gaan we even een selfie maken? Mijn tip voor jullie: maak heel veel selfies. Zit er altijd een goede tussen? Ja, oké. Okay. Dus dat. Oh, jullie mogen me niet uitlachen hoor. Vind ik heel gênant. Oké, okay, dan gaan we naar foto's. Dan scrollen we even en dan zien jullie dus alle foto's die we net hebben gemaakt. Dan ga je al je foto's bekijken. Super grappig. Leuk. Ik vind nooit heel veel foto's leuk van mezelf trouwens, overigens. Lastig dingetje. Yep. Nou, en
En dan gaan we door naar het kopje foto's, het mapje Lightroom. Daar begint alles. Een tijdje terug heb ik het filter van Manon Tilstra ontdekt. Dit filter heb ik dus nu. Ik pas hem nog best wel heel erg aan. Maar veel van haar instellingen vind ik dus super mooi. Dus wat we doen is, gaat naar de foto van Manon Tilstra. Dat is deze. Druk je op de stipjes, doe je op instellingen kopiëren. En ga je naar de foto die je wil bewerken. We nemen deze foto. Doe je weer op de stipjes. En dan doe je instellingen plakken. Nou, hij zoomt hem dus heel erg in. Dat heeft zij dus ingesteld. Dus dan gaan we dat weer naar het origineel terugbrengen. Dit is dus hoe zij hem zou bewerken. Terwijl met haar filter. Ik vind het nu te oranje en niet natuurlijk. Dus daar gaan we even iets aan veranderen. Allereerst beginnen we bij licht. Ik hou van mooie lichte foto's. Dus ik maak hem ietsjes lichter. Contrast ietsjes. Hooglicht doen we iets meer. Zodat alle witte vlakken wat donkerder worden. Dan gaan we naar kleur. Nou, dan zie je temperatuur staan. En bij haar is hij best wel warm. We maken hem iets koeler. Dus ik gebruik echt haar filter. Maar ik pas hem gewoon helemaal aan naar mijn eigen hand. Dan gaan we naar effecten. Structuur is bij Manon Tilstra altijd heel heftig. En bij haar is het heel mooi. Zij heeft een hele mooie egale huid. Maar ik heb 101 spoten op mijn gezicht. En die worden zo benadrukt met het kopje structuur. Dus ik doe het altijd ietsjes minder. Ik vind het wel oké als je de sproeten ziet. Het moet niet zo erg dat je denkt, wat een paddenstoel. Helderheid. Zie je altijd die lekkere kuilen hier bij mij als ik lach. Heb ik altijd van die hamsterwangen. Dan gaan we naar detail. Ook de scherpte heeft ze heel erg hard aanstaan. En die maak ik altijd iets minder, zodat het een iets natuurlijkere effect krijgt. Ruisreductie doe ik iets hoger. Contrast ietsjes hoger. Zo. Nou, hij komt nu voor en na. Zo was hij. Zo is hij nu. Dus het blijkt wel een natuurlijke foto. Alleen wordt de nadruk iets meer op mij gelegd. De omlijning is veel mooier. En de kleuren worden gewoon al wat sprekender. En ik vind het echt zo mooi. En dan zet ik hem op Insta. Nou, jullie gaan ze zeker voorbij zien komen. En dan weten jullie hoe ik dit heb gedaan. Ik hoop dat jullie deze video super leuk vonden. Laat het me zeker weten. Als jij ook aan de slag bent gegaan met deze app. Ik ben ontzettend benieuwd. En dan zie ik jullie heel graag de volgende keer terug. Later!